Ik ben Henk Hulshoff. Ik ben professioneel fotograaf. Ik ben 49 jaar. Ik woon in Wijchen en ik zie mezelf als een commerciële fotograaf. Dat betekent dat ik probeer foto's te maken die mensen graag willen zien. En ik fotografeer voornamelijk mensen. En dat houdt in dat ik huwelijken fotografeer. Huwelijksreportages. Ik maak portretten veel. Portretten van mensen. Kan van alles zijn. Profielfoto's. Kan ook zijn bedrijfsfoto's. Maar kan ook zijn familiefoto's. Foto's van kinderen. En daarnaast doe ik ook wat aan bedrijfsfotografie. Wat meer naar reclame gaat of naar productfotografie. Misschien kan je dat je ietsje, niet helemaal recht naar me staat, maar ietsje zo, die, ja, die iets meer zo. Hoe vind je dit zo? Ja, ja? Alleen misschien met haar handen, misschien een beetje eentje in haar broekzak. Handen in de broekzak? Ja. Ze doet het gelijk. Zij weet gewoon wat jij denkt. Ik geef cursussen. Waarin ik mensen dus probeer te leren fotograferen, waar ik vooral heel erg vanuit mezelf, mijn eigen ervaring, overbreng en mijn visie op fotografie en op licht overbreng op mijn cursisten. Ik geef ook privélessen in studiofotografie of gewoon mensen die een vraag hebben, die bijvoorbeeld een webshop hebben en zeggen van ik wil mijn productfotografie verbeteren, dan help ik ze. Hoi, ik ben Ilse. Ik ben een collega en vriendin van Henk. En wij fotograferen de laatste tijd behoorlijk wat samen. Ik ken Henk een aantal jaar, vanuit school eerst. Ja. En eigenlijk professioneel sinds een anderhalf jaar, denk ik. Ja. En de laatste half jaar intensief. Ik bewonder enorm hoe Henk met licht omgaat. En hoe hij zichzelf dat heeft geleerd. Hij kijkt echt naar het licht. Hij ziet licht, hij ziet schaduwen. En hij laat daarmee zijn beeld echt 3D worden, zeg maar. En ik heb de opleiding gedaan, of ik heb een opleiding gedaan, waar hij altijd mee schermt van, ja, maar jij hebt fotovakschool gedaan, maar daar heb ik dat niet geleerd. En ik leer zoveel van Henk daarover. En dat is gewoon geweldig. En ook hoe hij het wil leren. Hij wil het mij leren. Ja. Hij wil het delen wat hij ontdekt heeft, wat hij zichzelf aangeleerd heeft en gezien heeft. En Henk ziet. Henk ziet, Henk kijkt. Henk, geweldig wat hij met licht kan doen. Ik ben eigenlijk een laadbloeier, dus ik ben vroeger heb ik nooit gefotografeerd. Als ik op vakantie ging, dan bestelde ik de foto's van vrienden wel bij. Ik vond het allemaal prima. Totdat mijn vrouw zwanger was en toen dacht ik, oh wacht eens even, ik wil natuurlijk wel, net als mijn ouders vroeger gedaan hebben, fotoboeken van mijn kinderen aanleggen. Dus nu moet, ik wel echt foto's gaan maken. Dus daar heb ik van geld dat ik van mijn moeder heb gekregen een camera gekocht. En ben ik gaan oefenen en ik was eigenlijk meteen heel erg gegrepen door fotografie. Had ik nooit verwacht, want ik was eigenlijk gestart als muzikus. Ik wilde eigenlijk steeds beter worden. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Internet was er in die tijd nog niet. Dat is inmiddels 17 jaar geleden, want mijn zoon die is al, of 18 inmiddels misschien. Ja, ik vind het geweldig hoe Henk het doet. Henk heeft alles zelf geleerd, zichzelf aangeleerd. En de manier waarop hij dingen bekijkt en dan ook echt letterlijk kijkt, is gewoon heel goed. Heel mooi. Nou, en ik denk als je mooie foto's maakt, kan het al heel snel uit de hand lopen. En gaan vrienden je op een gegeven moment vragen van, kan je niet bij ons kindje fotograferen of ons feestje of dit en dat. En zo langzaam begon het eigenlijk een beetje uit de hand te lopen. Ik kocht steeds meer spullen en zo is het eigenlijk op een gegeven moment mijn tweede baan geworden. En sinds ruim een jaar ben ik fulltime fotograaf. Ik heb Henk heel hoog zitten, dus ik heb niet een tip direct voor hem.